Wat erop zit, wil ik al een beetje goed onderhouden. Soms doe ik het net even iets anders, maar er zit niet heel veel verschil in. Nee. Het is vaak ook een beetje puntje op de i zetten. En, het is hier ook gezellig, dus ik kom er ook graag. Oh. Het is wel belangrijk om er goed uit te zien, in ieder geval het beste ervan te maken. En, het is wel belangrijk, denk ik. Ja. Gewetensvragen, zo. Ja. Ijdel? Inderdaad, ja. Toch wel, denk ik. Ja. Toch wel. Ja, ik ben niet iemand die voor bij een wedstrijd, dan maakt het niet zoveel uit. En, dan hoef ik me niet te scheren of hoef ik ook niet per se naar de kapper voor een wedstrijd. Maar in het dagelijks leven vind ik het wel belangrijk. Het is niet dat ik heel erg heel overdreven ben of zo, dat ik als ik een spiegel zie dat ik erin moet kijken, maar ik hou er wel van om verzorgd eruit te zien. Voor welke koep ga je nu? Dat weet ik niet, dat is een verrassing. De Danny koep. Ja. Het zijn soms complete kunstwerken die de voetballers op hun hoofd dragen. En sommigen gaan daarin wel heel ver. Zo heeft Cristiano Ronaldo in de eerste helft een ander kapsel dan in de tweede helft. Wisselt Beckham meer van haardracht dan van onderbroek? En El Shaarawy van AC Milan mag natuurlijk ook niet ontbreken in dit rijtje. Maar heeft hij het kapsel nou van zichzelf of van de Braziliaan Neymar? Ook Tobias Sana kan er wat van. Hij heeft afgekeken bij die andere twee. Oud-PSV'er Aruna Kone moet het tegenwoordig ook meer hebben van zijn kapsels dan van zijn voetbalkwaliteiten. En in Rusland gaat de meeste aandacht uit naar Wagner Love. Niet zozeer vanwege zijn naam, maar meer vanwege zijn kapsel. En als klap op de vuurpijl hebben we natuurlijk ook nog enfant terrible Mario Balotelli in de aanbieding. Ik hou wel van dat het net wat anders dan gewoon is. Dus dat vind ik wel leuk. Maar ik hoef geen figuren of wat dan ook. Ik ben al 30. Ja, dus ik moet wel een beetje volwassen lijken. En wat vind je van de kapper? Ik vind helemaal niks. ik ben heel tevreden. En eigenlijk vanaf de eerste keer dat ik samen met Gino hier kwam. Werd het geknipt zoals ik het in gedacht had en dat is het belangrijkste. Ja, dat is nog steeds zo. Hey, dit wou ik helemaal niet. Wat is dit nou? Come on, man.